Best for Soil, een internationaal netwerk voor het stimuleren van vier best practices voor bodemgezondheid in Europa. Hoi, ik ben Saskia. Samen met collega's uit acht landen ontwikkelen wij een netwerk voor kennisuitwisseling voor bodemgezondheid. Hoe wij dit doen en welke maatregelen jij kan nemen om je bodem gezond te maken en te houden, zie je in deze video. Best for Soil maakt deel uit van het Europees Innovatiepartnerschap voor de Landbouw. Het EIP-AGRI. In Best for Soil verzamelen onderzoekers, boeren en adviseurs uit 20 Europese landen kennis over bodemziekten en plagen en formuleren best practices om de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem te behouden en te verbeteren. Best for Soil helpt mensen in de praktijk door databanken aan te bieden van bodemziekten en aaltjes die gewassen aantasten. En door de best practices te delen om deze te beheersen. Alle informatie wordt verstrekt in 22 Europese talen. Samen vormen ze een verzameling van maatregelen om de bodemgezondheid te verbeteren. Bodemgezondheid is het vermogen van een bodem om ziekte en plagen het hoofd te bieden. De populatie op een voldoende laag pijl houden om te voorkomen dat gewassen schade oplopen. Langdurige intensieve landbouw zet de gezondheid van de bodem onder druk. En in combinatie met toenemende beperkingen op het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen is er een dringende behoefte aan alternatieve methoden om de gevolgen van bodemziekte te beheersen en te minimaliseren. Door het optimaliseren van de vruchtwisseling en het toepassen van een aantal managementmaatregelen wordt de kans dat bodemziekten de schadedrempel bereiken tot een minimum beperkt of zelfs helemaal niet voorkomen. De best for sale databases en beslissingsondersteunende systemen BOS helpen individuele telers bij het ontwerpen van een vruchtwisseling en het implementeren van best practices voor een gezonde bodem. De best practices om een gezonde bodem te creëren en in stand te houden zijn de toepassing van compost of andere organische meststoffen, het gebruik van groenbemesting of vanggewassen. Deze maatregelen kunnen de opbrengst van de gewassen verhogen, de gezondheid van de bodem verbeteren, het gehalte aan organische stof in de bodem verhogen en de populaties van ziekteverwekkers verminderen of het ontstaan ervan voorkomen? Andere maatregelen kunnen worden gebruikt om ziekteverwekkers en aaltjes te beheersen en te bestrijden en tegelijkertijd een gezonde bodem in stand te houden, zoals anaerobe, grondontsmetting, ASD en biosolarisatie. Alle informatie is toegankelijk via de Best for Soil website, inclusief open toegang, databases, een blog, video's en factsheets. Elke gebruiker kan direct beginnen met het ontwikkelen van de juiste vruchtwisseling en identificeren van innovatieve strategieën om bodemziekte onder controle te houden en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Best for Soil contactpersonen ondersteunen professionals in 20 landen op informatiebijeenkomsten of regionale conferenties. Op verzoek kunnen zij workshops organiseren voor lokale groepen die meer willen weten over specifieke onderwerpen die voor Best for Soil worden gepromoot.